Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het leven is bijna niet meer te betalen. Als je kijkt naar 40 jaar geleden en nu, een normaal gezin van één verdieners of misschien anderhalf verdieners kon gewoon een huis kopen, een, een autootje voor de deur, dat soort dingen allemaal. En de grote vraag is, hoe komt dat? En er zijn hier allerlei partijen en mensen die... Ter linkerzijde, het, moet allemaal, het komt allemaal door, de groot, door het groot kapitaal. En we moeten, de overheid moet allerlei cadeautjes gaan geven. We moeten, mensen moeten 200 euro per maand meer... 300 euro, 500 euro, 20.000 euro per maand erbij. Voor iedereen. Kan, hè? Kan de overheid gewoon besluiten. Maar lost dat nou het probleem op? Waarom is er inflatie? Wat, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Um, en het antwoord op die vraag is... Dat ons geldsysteem niet deugt. We zijn allemaal opgegroeid met het idee van de trias politica. Dat wil zeggen: je hebt de rechtelijke macht, de uitvoerende macht. de wetgevende macht, de controlerende macht. En dat is belangrijk, dat is mooi, dat is goed dat we dat scheiden. Maar eigenlijk zou je ook een scheiding moeten hebben tussen het geld, het bewaken van het geld en de politieke macht. Je zou eigenlijk een dualiteit moeten hebben tussen aan de ene kant degenen die de macht hebben over het bepalen van de geldhoeveelheid en aan de andere kant degenen die de macht hebben over de politiek. En van oudsher was dat ook best wel een beetje het geval in Nederland en Duitsland. Wij hadden zo'n soort systeem. Het is niet ideaal. Het is nog steeds op niets op lucht op schuld gebaseerd. Het beste is natuurlijk gewoon een goudstandaard of een ander soort Harde standaard van het financiële systeem. Maar we hadden een min of meer autonoom functionerende centrale bank. En dat is verloren gegaan toen de Duitse en de Nederlandse centrale banken opgingen in de Europese centrale bank. En toen hebben wij een Zuid-Europese monetaire discipline gekregen. Dat wil zeggen, geen monetaire discipline. Dat wil zeggen, dus geld bijdrukken om allerlei politieke projecten te financieren. En dat hebben we heel lang gehad. Heel veel jaar. En, en heel veel jaar ging dat, ja, dat. Dat merkte je niet zo. En omdat democratische politiek helaas gaat over wat je van dag tot dag merkt. En niemand merkte het. Dus het stond niet in de voorpagina's van de kranten en de middelbaar begaafde journalisten van de, de, de tv-programma's en zo... Die, 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 dit viel ze niet op. Ze hadden niet door. Maar het, werd, het gebeurde wel. Er werden 60 miljard per maand gewoon in die economie gepompt. En dit gaat dus dit gaat altijd gebeuren. Als je dus politici de macht geeft over het geld. En daarom is eigenlijk alles wat ik tot nu toe gehoord heb... Dat gaat alleen maar die spiraal van inflatie versterken. Als je nu dus zoveel geld weer gaat geven aan de mensen, je pompt weer 300 euro per maand per huishouden de samenleving in, ja, dan gaat dus weer de, de huizenprijzen gaan weer stijgen, de prijzen van brood gaan weer stijgen. Het gaat allemaal stijgen. Dat is een spiraal van de. En de enige manier waarop je dat kan oplossen is naar een gezond monetair systeem toe. En dat kan niet met de zuidelijke landen. En dus gaan we dit probleem nooit oplossen zolang wij in de euro zitten. In algemene zin wil ik in ieder geval één motie hebben ingediend. Dat is een motie die waarschijnlijk over de hoofden van de meeste. Mensen hier in de Kamer heen gaat, omdat het een abstracte filosofische, principiële motie is. Dus wat boven jullie niveau, maar ik ga hem toch indienen. De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat inflatie altijd en overal een monetair fenomeen is. in de zin dat het alleen kan ontstaan door een snellere toeneming van de geldtevreid dan van de economische productiviteit. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, meneer Baudet.